De Student Housing Campus Village is al enige tijd operationeel. De regering heeft een directeur aangesteld, de heer Emmanuel Scheek. En samen met hem en een vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur gaan wij praten over de ontwikkelingen hier op het studentencomplex. Meneer Scheek, gefeliciteerd met uw benoeming tot de directeur van Student Housing Campus Village. Toen de president u vroeg om leiding te geven aan dit instituut, zeg maar, wat ging er in u om? Alvast bedankt. Ik moet eerlijk zijn dat het verzoek, dat ik het verzoek via het bestuur van de stichting heb gehad. Ik was zeer ingenomen met het verzoek, omdat ik mee gedurende het heel traject om de student housing inderdaad open te krijgen, daarvoor heb ingezet in verschillende functies. En de afgelopen periode ook een beetje met de day-to-day zaken heb bezig gehouden, terwijl alles een beetje aan het opstarten was. En dit is dus voor mij een waardering voor de inzet die ik heb gedaan. Wat is de concrete opdracht naar de directeur toe? De concrete opdracht is om dit alles tot een groot succes te maken. Het werk naar eer en geweten te doen. En om ervoor te zorgen dat het in ieder geval behouden blijft voor de komende generaties. Wat we hier hebben wordt in de volksmond voor het gemak studentenflats genoemd. Hoe zou Suriname hier tegenaan moeten kijken? Nou, voor Suriname is dit sowieso uniek. Dit is de eerste echte studentencampus die er is in Suriname. Het is precies naast de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En het is ook centraal genoeg gelegen dat ook de mensen van de andere hbo-opleidingen, die ook de mogelijkheid hebben om hier intrek te nemen, dat ze hier gehuisvest worden. Het hoort erbij dat de universiteit een studentencampus heeft, een studentenverblijf heeft, maar omdat wij naast de universiteit ook veel meer hoger onderwijsinstellingen hebben, past het dan ook dat we mensen van die instellingen ook hier huisvesten om zo de ontwikkeling van Suriname verder te ondersteunen. De bedoeling van deze studentenvillage is natuurlijk ook om een soort accommodatie te betekenen voor studenten die moeilijk ergens een onderkomen hebben, maar toch verder willen studeren. Hoeveel studenten worden nu al ondergebracht bij de Campus Village? Op dit moment zijn het er 15 studenten. De reden daarvoor is omdat alles ook eerst opgestart moest worden. Het managementteam moest helemaal in place zijn. En er moest nog een directeur aangesteld worden. Het managementteam is nu compleet. Er is een directeur aangesteld. En we zijn nu hard aan het werken om binnen een maand in ieder geval dicht bij de 100 huurders te komen hier op de campus. En een traject uit te zetten om dat gedurende de rest van dit collegejaar of dit schooljaar verder uit te breiden. En sowieso in het volgend jaar om op full capacity te kunnen draaien. Mevrouw Monch, het bestuur draagt een jonge Surinamer voor om zo'n hoge positie in te nemen. Het betekent dat er veel vertrouwen is in de eerste directeur van de Campus Village. Ja, dat zou u zo wel kunnen stellen. De eerlijkheid gebiedt me om ook te zeggen dat de voorzitter van het bestuur met het voorstel kwam. En onze voorzitter die is inderdaad een grote voorstander van jonge mensen de gelegenheid geven om carrière te kunnen maken. En de overige leden van het bestuur die konden zich terugvinden in deze voordracht. Ook omdat degene die nu de directeur is, de heer Emmanuel Scheek, inderdaad vanaf het begin zich enorm heeft ingezet en heeft getoond te beschikken over
de benodigde competenties en kwaliteiten. En we hebben er alle vertrouwen in dat hij hier een goede job zal doen. En de samenwerking tot nu toe met de directeur? Nog een beetje te vroeg voor een evaluatie, maar het is goed te noemen. Ja, we hebben helemaal geen klachten. We verwachten ook niet dat er in de toekomst klachten zullen komen. Alles wordt in goed overleg gedaan. We proberen van onze zijde ook om inderdaad te helpen meedenken, samen besluiten te nemen en vooral in te gaan op zijn enthousiasme en de initiatieven die hij toont. Omdat het vooral daar om gaat op dit moment. We hadden behoefte aan een directeur die betrokken is bij het geheel, initiatief toont, maar ook echt enthousiast is, maar vooral ook strategisch kan denken. En dat zijn toch wel zaken die we hebben kunnen merken bij de heer Schiek. En we hopen dat hij net zo scherp blijft en dat hij niet gaat afzwakken wanneer zaken goed lopen. Hoeveel studenten kunnen totaal een onderkomen hier vinden? Op dit moment ligt het aantal dat gehuisvest kan worden net boven de 300. Maar we zijn op dit moment al de tweede fase gestart, waarbij er nog 2 studentenverblijven bijgebouwd worden om nog eens een 300 studenten te kunnen huisvesten. En daarnaast wordt ook het gele gebouw dat er al lang staat meegenomen in die tweede fase om op te knappen. En daar zullen er rond de 50 studenten op eenpersoonskamers gehuisvest kunnen worden. Dus het is sowieso een heel mooi en groot initiatief. Wanneer alle fases voorbij zijn, zullen 1500 mensen onderkomen vinden hier. En dat wil dus zeggen heel veel potentie voor Suriname en heel veel ontwikkeling die we meebrengen hiermee. Misschien is het goed als u de website aangeeft, zodat men er naartoe kan om de details te vernemen? De website is www.sshcv.org. Dat is ORG. En ik denk dat u hem nu hier in beeld zal zien. Als u naar die website gaat, dan staat alle informatie die er nodig is om te weten of je inderdaad voldoet om zich in te schrijven hier op de Student Housing Campus. En vul gewoon het inschrijfformulier in. De contactinformatie is er ook, dus mochten er vragen zijn, stuur die gerust op. En dan zal er contact worden opgenomen met jou. Niet in ieder weet het nog, neem ik zo aan. Wat is de procedure om je in te schrijven, om zeg maar in aanmerking te komen voor een woongelegenheid? Ik zeg het maar even zo. En waar kan men zich aanmelden? De procedure is dat ze naar onze website gaan, want daar staan de voorwaarden waaraan je moet voldoen om inderdaad hier je intrek te kunnen nemen. En op de website, daar is er ook een inschrijfformulier en je kan je daar registreren. Die registratie komt bij ons binnen, elektronisch. Hij wordt gescreend, beoordeeld en als je voldoet aan de eisen, dan word je opgeroepen om te komen voor een intakegesprek. De zaken worden met je besproken, je krijgt het reglement, zodat je dat goed kan doornemen. En uiteindelijk komt dan de huurovereenkomst. En dan kan je intrek nemen hier. We houden op dit moment sowieso de kosten op het minimale. We willen niet subsidieafhankelijk zijn. We zijn ook geen subsidieontvangende instelling. Het is de bedoeling dat we op zijn minst break-even draaien, zodat alle kosten die gemaakt moeten worden voor de day-to-day operations, onderhoud, vervangingsinvesteringen en de schoonmaak, dat die gedekt zijn. En dat willen we ook zo houden de komende jaren. Vandaar dat we dus ook naar full capacity willen. We gaan ook richting de hoger onderwijsinstellingen binnenkort
om mensen te vertellen hierover, ze te interesseren. En in een later stadium zullen wij de middelbare scholen bezoeken, omdat de studenten die nu daar zijn, toekomstige studenten van de hoger onderwijsinstellingen zijn en dus ook toekomstige of potentiële inwoners van hier in de toekomst. Dus dat willen we goed doen. We zijn ook van plan om sowieso de social media goed in te zetten om de mensen te bereiken, omdat dat op dit moment een van de goede trekkers is om mensen te informeren. En natuurlijk via programma's als die bij het NII, zodat mensen weten van de mogelijkheden die hen geboden worden om inderdaad verder te kunnen studeren en een betaalbaar onderkomen te hebben. Hoor ik u zeggen dat het niet alleen voor universiteitsstudenten bestemd is? Klopt. Het is opengesteld voor universiteitsstudenten en hbo-studenten. En dan hebben we het over alle erkende hbo-instellingen in Suriname. En de erkenning is dus door het ministerie van Onderwijs. En indien jij dus daar bent ingeschreven, dan heb je de mogelijkheid om hier je onderkomen te hebben als je voldoet aan de andere eisen. Natuurlijk hebben mensen uit de vergelegen districten en mensen met een huisvestingsprobleem voorrang, omdat dat primair de bedoeling was hiervan. Maar natuurlijk bekijken we ook de mogelijkheid om anderen die de behoefte hebben om die tegemoet te kunnen komen. Een student vraagt zich af, maar hoeveel moet ik betalen per maand als ik zo'n onderkomen wil hebben? Nou, is eigenlijk een minimumprijs. Er zijn twee mogelijkheden. Er zijn kamers op basis van 4 personen in een kamer en kamers op basis van 2 personen in een kamer. En met 4 personen in een kamer is de prijs gesteld op $400 per maand per persoon. En voor de kamers met 2 personen op een kamer is dat $750 per maand per persoon. We moeten erbij vermelden dat op dit moment inbegrepen zijn stroom, water, internet. En wanneer we op full capacity draaien, is het de bedoeling dat inderdaad ook het warm water aangeschakeld kan worden. En dat hoort dan allemaal in de prijs. Verder gaat binnenkort ook de keuken open, waardoor de studenten niet ver hoeven te gaan om zichzelf van voeding te voorzien. Sowieso voor de studenten van de Anton de Kom Universiteit is het heel dichtbij. Het is gewoon precies naast de Student Housing Campus, dus is echt op loopafstand. En natuurlijk hebben we UNASAD die aan de Jagannath Lachmanstraat hun bouw is gestart op dit moment. En de busroutes die ook makkelijk zijn, waardoor studenten geen moeite hebben met transport van en naar hun opleiding.